Ik ben Tamar Frank, een beeldend kunstenaar. En ik werk met licht, eigenlijk alleen maar met licht. Ik maak lichtinstallaties in ruimtes en omgevingen. En daarbij gebruik ik ook de ruimte en omgeving zelf om iets aan toe te voegen met licht. Om alleen maar te zeggen dat het lichtkunst is, dat vertelt nog niet alles. Want mijn benadering is meer dan alleen het licht beleven. Het gaat ook voor mij om een soort ziensbelevenis. Dus dat mensen ook door een proces heen gaan zelf, voordat ze het werk helemaal tot zich kunnen laten komen. Dus het is ook een vrij subtiele, minimalistische benadering heb ik. Het is niet meteen dat het van alle kanten knalt, maar de langer je zeg maar je erop focust en de langer je ernaar kijkt en naarmate je ook van verschillende kanten ernaar kijkt, dan ga je steeds meer zien. En dat vind ik ook het interessante aan dat mensen dat zelf ondergaan. Eigenlijk zit er toch nog een hele materiële kant in, ook al voelt dat niet zo, want de dingen zoals uiteindelijk het resultaat ervan is heel ontastbaar. Maar ik zit toch heel erg ook in de materialen zelf. En ik heb ook heel veel met, dat doe ik overigens nog steeds met pigmenten en zo. Bijvoorbeeld hoe een intensiteit van een bepaalde kleur, een pigment, weer kan reflecteren. En hoe je dat kan gebruiken. En inderdaad ook spelen met verschillende diffuse en transparante materialen. En wat er gebeurt als je verschillende openingen maakt en daar weer licht doorheen laat schijnen en hoe dat weer opgevangen wordt. Dus het zit toch wel degelijk in het materiaal, maar ja, licht is ook niet te zien verder. Ik bedoel, het is wel overal om ons heen, maar je hebt toch een medium nodig om het te kunnen vangen. Dus dan ben je aangewezen op materiële, in de materialiteit zit je dan toch weer. Ja, nou, er is wel een soort beweging van lichtkunstenaars die overigens nog steeds bestaan. En die omschrijven hun kunst niet echt letterlijk alleen als lichtkunst, maar ze noemen het phenomenal art. Dus het gaat eigenlijk om dat je een soort fenomeen weergeeft en dat je mensen inderdaad dat laat beleven. Dus dat ze ook echt actief zelf bezig zijn in dat proces van zien en ontdekken. Een hele meest bekende kunstenaar is James Turrell. Die maakt ook lichtinstallaties. Hij heeft in Tilburg in de Pont een hele mooie installatie staan. En ja, ik vind in woord heel moeilijk om uit te leggen. Want het is echt iets wat je moet zien en zelf beleven. Maar dat komt meer in de richting van hoe ik werk, waar ik mij verwant mee voel.